Hey guys, welkom bij een nieuwe video. Ik heb me net klaargemaakt, want mijn vriendin Jill komt zo meteen naar hier. Ik heb net mijn kamer een beetje opgeruimd en mijn laptop weggezet. Maar ik ben de hele tijd bezig geweest met de kortingsactie die momenteel op mijn webshop online staat. En ik heb daar dus foto's voor gemaakt, banners voor gemaakt en dus alles ingesteld op de website. Ik zal het jullie eventjes laten zien wat ik gedaan heb, want ik ben toch nog op Jill aan het wachten. Maar momenteel is er dus een actie. Als iemand 2 pins koopt van de webshop, dan geef ik daar een gratis herbruikbaar rietje bij, een glazen rietje. En wacht, ik zal het eventjes op het grootscherm zetten. Dus dit is wat ik daarnet heb gemaakt. Ik had dan eerst deze foto gemaakt en dan met die tekst daarover en zo. Het is niet helemaal zoals ik het wou, maar ik ben er wel blij mee. Als Jill dadelijk hier is, zullen we waarschijnlijk eerst even naar buiten gaan, naar de beestjes. Want ze heeft de nieuwe eendjes nog niet gezien. En de rest van de dieren heeft ze al eventjes niet meer gezien. Dus dat gaan we eerst doen. Ze heeft heel lang examens gehad, dus vandaar dat we elkaar een hele tijd al niet meer gezien hebben. Ik heb ook nog haar kerstcadeau, dus dat moet ik ook nog altijd geven. En dat ga ik dus dadelijk doen. Oh, goed dat ik daarover begon. Ik moet dat cadeau nog een beetje mooi maken. Ik had het al ingepakt, maar het is heel sober. Dus dit is het cadeautje. Ik zei dat het heel sober was en dat meende ik ook. Ik heb dit papier gerecycleerd, dus vandaar dat het zo gekreukt is. Maar dadelijk als ik het haar geef, dan zal ik het filmen en dan kunnen jullie ook zien wat erin zit. Het is echt niks speciaals, maar toen ik het zag, dacht ik aan haar. Dus heb ik dat voor haar gekocht. Zij had mij ook met kerstmis een cadeautje gegeven, maar dat van mij was niet op tijd. En daarom had ik dat toen niet kunnen geven. Dus dan doen we dat nu. Ik ben op zoek naar mijn mooie inpak of decoratie dingen. Ik weet niet waar ik dat gelegd heb. Dat heb ik dus altijd als ik iets opruim. Over opruimen gesproken. Ik moet nog altijd mijn kerstboom opruimen. Heb ik nog niet gedaan. Maar dat zal er op een bepaald punt dit jaar wel van komen. Nu moeten we eerst cadeau mooi maken. Ik heb het gevonden. Het zit hier verstopt in een doos. In een doos. Hier is mijn doosje. Hoe gaan we dat versieren? Misschien wat van dat. Chapi, Shibi. Jullie luisteren wel goed naar jullie namen, hè? Jill gaat jullie eten geven, hè? Wacht, doe je handen maar. Handen, wacht. Of hand, maakt niet uit. Die vallen aan, hè? Als ze durven. Ja, die durven wel. Oh, joh! Ja, niet normaal, hè? Wat moet ik zeggen? Oh, ik ben echt een champignon, man. Wat joh, wat champignon? Hoezo champignon? Ik weet niet. Mijn kapsel is echt zo niet... Nee, het is schattig. Mooi. Jill en ik gaan nu eventjes naar de Aldi. Want net heeft iemand in de groep van Vegans of Belgium gezet dat er vegan chocolade is. Met vanille. Met vanille of pistache. En we willen dat eens even gaan checken. Hè. Zien of dat lekker is. Ik heb een voorstel. Een voorstel? Dus we gaan ene kopen. Hè. Gewoon één. En dan proeven. En dan proeven we die in de auto. Ja. Ga je niet botsen, nee, hè? Nee, is en als die lekker is, gaan we naar binnen. Gaan we nog een reep halen. En dan? Zodat ik een beetje voorraad heb. Oké, we gaan 2 keer. Oeh, ja. En ja, alleen als die lekker is, hè? Als die vies is, hoef ik die niet. En dan komen we naar hier en dan gaan we uw cadeau openmaken. Ik heb de mensen nog niet gezegd wat het is, hè. Dus het is voor hun nog een verrassing. Oh. Ja, ja. Het is wel echt een dom cadeau. Dat is niet waar. Dat gaat een leuk cadeau zijn. En het is klein. Dat is niet erg. En heel lelijk ingepakt. Maar echt super, super lelijk, hè. Ik kan ook niet inpakken, meisjes. Oh, je gaat zien. Ik heb gerecycleerd papier gebruikt, wat helemaal verkreukt was. En dan wou ik het mooier maken door zo'n lintje er rond
Het is deze wat ik had gezien. Pure chocolade met vanille smaakvulling. En dan hebben ze hier ook nog eentje met pistache. Die is ook vegan, denk die ik. Ook? Ja, ik denk dat wel. Suiker, kakao, messen, texto. Wacht, staat niet in beeld. Kom hier. Krenten. Dat was een krentenbeer. Oh, dat vind ik vies. Dat is gelijk rozijnen. Ah ja. Die stond niet op de foto, maar... Die ziet er ook wel lekker uit, niet? Al weet ik niet precies wat dat is. Wat is dat? Die vulling? Wat is panaché? Ik weet het echt niet. Wauw, dat is ook nieuw. Dat is wel goed, hè? Ja. Ze hebben nu zo bij de broodjes en de croissantjes hebben ze zo de ingrediënten staan. En zo bevat lactose en zo. Kijk, mijn camera focust ook heel slecht. Ah ja. En kijk, bij die kan ik nu niet zien wat ik krijg. Kijk ons nu hier in de Aldi staan. Nee, maar ik wou die koekjes nog eens laten zien. Ah ja, die. Voor de mensen die die misschien willen kopen. Dus dit zijn die wat ik jullie ook nog wil laten zien. Die zijn vegan, maar je moet er wel op letten dat je die pakt met pure chocolade. Er is ook eentje met melk. En die zijn niet vegan, natuurlijk. De chocoladereepjes gekocht. Ik zal het hier zo zetten. Ik denk dat ik deze niet lekker ga vinden, maar we gaan het toch een kans geven. Hè? Maar meestal wat Sophie niet lekker vindt, vind ik lekker en andersom. Dus daarom zijn wij een goed team. Hè? Ja. Oké. Okay. Oh, ik weet echt niet hoe excited ik ben. Oh ja, die geeft die maar. Ja, dat is goed. Deze valt mee. Deze is lekker. Hier. Ben je eens aan die? Nee. Jawel. Ik heb aan die gebeten. Die is echt lekker. De eerste hap vind je raar, maar dan is het echt lekker. Ja, die met vanille is echt super lekker. De blauwe. En is het tijd voor een cadeau? Je moet wel niet lachen met mijn verpakking skills, hè. Maar jij hebt je best gedaan. Ja, dat is je. Ja, ik had geen plakband hierboven. Maar kijk, dat is zoals op dat door iemand is uitgepakt en ik dat dan opnieuw heb ingepakt. Nee, dat is heel... Artistiek. Het is klein, hè? Ja, maar toen ik het zag, dacht ik aan u. Oh! Ja, maar nee, dit is erbij. Oh, ik weet wat het is. Ja? Dat is een maatje. Ja. Dat wou ik al kei lang. Oh, ik zal het licht uit doen, hè? Ja. Dan zie je dat veel beter. Dat wou ik al kei lang. Kijk, echt mooi. Dank je, meisje. Ik vond dat echt iets voor u, want je zit het maanmeisje. Kijk, het is net echt, het is net de maan in mijn camera. Ik ben nu met Jill buiten adem in Maastricht. We hadden om 7:15 gebeld naar Burgerlijk. Oh mijn god, hier is het. Ja. Oké, wacht, ik vertel het zo meteen. We gaan even binnen. Dus... 7:15 hadden wij gebeld naar Burgerlijk om dus 2 hamburgers te bestellen. 2 vegan burgers. En die zeiden... Op de website stond dat het 30 minuten duurt voordat dat klaar is. En één keer zegt tegen ons, ja, over een kwartiertje is het klaar. Maar wij waren nog bij mij thuis en we moeten sowieso 20 tot 25 minuten rijden. Ja. Plus er zijn werken, dus ja, het duurde nog langer. Super leuk om in te rijden. Echt fantastisch. Dus we waren helemaal in paniek. En... Oei, we dachten dat het eten daar 3 kwartier moest staan. En dat dat koud ging zijn. Maar alles is perfect in orde. We hebben onze burgers. Waar is het taxi? Daar zo. Het was daar dus veel te druk om daar te eten. En ze namen geen reservaties aan. Dus ze hebben besloten om het in de auto te gaan eten. Autodate. Ik heb gekozen voor de tempeh burger en Jill heeft de zeewierburger. En de vorige keer dat we daar zijn geweest, hadden we dus een portie frieten besteld. Maar dat was echt zo'n kommetje. Dus Jill dacht nu, dat is veel te weinig, ik moet meer. Ik pak 2 porties, maar nu is blijkbaar ja, dit 1 portie. Oh my god, dat krijg je nooit op, hè? Jawel, jong. Maar goed dat ik mayonaise bij heb, mensen! Die mensen kijken allemaal zo, zitten die in een auto? We zitten hier echt gelijk 2e dealen. Hier is een tempeh burger. Yes! En hier van mij. Dus dit is mijn burger. Ziet er echt heel lekker uit. Ja, ik weet niet als ik mijn kan uit. Ik ga mijn mond daar echt niet over krijgen. Dit is de zeewierburger. Mm. Okay. Oh my god, er zitten bonen tussen. Dat is mijn lievelingsgroente.
dit is mijn lievelingsgroente. Oh ja, die zijn ook lekker. Oh, kijk, ik heb hem eruit gehaald. Nu ziet je wel echt dat ik vegan ben, hè. Ik heb een heel hamburger en ik ben de boontjes aan het eten. Ik wil jullie toch nog even een close-up laten zien van hoe deze hamburger eruit ziet langs binnen. Echt fantastisch, hè. Ja. Dag! Drive safe. Stuur me als je thuis bent, hè. Dag! Dus, oei, dat is helemaal niet gefocust. Ik zit hier nu op mijn kamer. Jill is net naar huis gegaan. Het licht is echt heel geel. Maar het is heel leuk geweest samen. We hebben vegan chocola ontdekt. Ze vond haar cadeautje mooi. En dan hebben we nog super lekkere hamburgers gegeten. Als jullie graag die burgers ook eens willen gaan proeven, dat is bij Burgerlijk in Maastricht. Een echte moeite. Maar ik ben zo moe nu. Ik heb deze video bewerkt. Gewoon omdat ik dat zo fijn vind om te doen. En ik heb al de hele week geen video bewerkt. Dus ik ga die zo snel mogelijk online zetten. Mijn make-up afdoen. En dan proberen te slapen. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden om te kijken. Vergeet zeker niet om de kortingsactie te checken op mijn website. De link staat onder deze video. En ik vind het heel fijn dat jullie weer gekeken hebben naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik hoop dat ik jullie weer zie in de volgende video.